Wij brengen nu een bezoek aan de sterrenwacht Armand Pin. De ingang bevindt zich in de Gezusters Lovelingstraat. We staan hier aan de ingang van de volkssterrenwacht Armand Pin. Om de sterrenwacht te bereiken moet je ofwel de trap nemen tot de tweede verdieping, maar je kan ook de lift niet nemen. Langs heen de lift koken die toegang heeft tot de sterrenwacht, is er een reuze grote oliebarometer geïnstalleerd. En het is waarschijnlijk de grootste barometer ter wereld. Een glazen buis van meer dan 13 meter hoogte is verbonden met een vat waarin er ongeveer 200 liter olie zit. Een indrukwekkende barometer die je zeker eens moet gezien hebben. Die kijker is aangekocht in 1880 door de heer Désiré van Monkhoven. Deze staat in de sterrenwacht sinds het begin van de jaren 1900. Zoals je kan zien, draait de kijker volledig rond. Die kijker heeft een objectief en lenzen van 23 cm diameter. Die brandpuntsafstand van die lens is 2,5 meter. Een brandpunt komt hier achteraan die buis. Als we daar ook een kleine lens steken, een oculair, dan krijgen we een vergroting. Want een brandpunt van een grote lens gedeeld door de kleine lens geeft een vergroting. We gebruiken 6 verschillende oculairen. We kunnen vergroten van 62 maal tot 417 maal. Ik ben Jan Stevens en ik beman de woensdagavond tijdens de kijkavonden de nieuwe telescoop in de kleine koepel. Deze heeft een spiegel van 35 cm diameter. De telescoop wordt automatisch gestuurd via een ingebouwde computer met GPS-systeem. U gaat volkssterrenwacht aan Armand Pin de uitvoering hier ter plaatse van de slinger van Foucault. De slinger van Foucault is de bewijsvoering dat de aarde rond haar as draait. Goedenavond, mijn naam is Yves van der Smissen. We hebben net een foto gehad van de maan doorheen de telescoop genomen en hier ziet u wat we daar net gezien hebben hier op deze tabletcomputer. Deze telescoop kan ook gestuurd worden aan de hand van de muis van de computer. Dit wil zeggen, we kunnen een opdracht geven van waar hij nu gericht is naar de maan, kunnen we vragen, richt de telescoop naar Aldebaran. Aldebaran zijn de hoofdster van Taurus, van de stier. En de telescoop wordt automatisch gestuurd naar de gevraagde ster. Na de maan gaan we nu de computer sturen naar een andere ster, bijvoorbeeld Betelgeuse in Orion. We hebben hier de maan in het midden van ons scherm waarop de telescoop is gericht en ik vraag via de muisklik aan de telescoop van hem zich te richten naar Betelgeuse, zijnde een zevenaarige ster in Orion. Ik ben Gerijn Bejansen, ik doe het weerstation met Pieter de Meuter bij de sterrenwacht Armand Pin. Dat is de anemograaf. Buiten op de anemometer, al wat dat daar gebeurt, werd hier geregistreerd. De windvaan, de lepeltjes, de gemiddelde wind, de afgelegde wind per uur en langs de pietelbuis komen de windpieken binnen. Nu werken we met de computer, dat is een wolkenfoto van Eumetheus-Sat en ook de weerkaarten op middellange en lange termijn met de overdrukgebieden. De lage drukgebieden en al dit systeem en de hoogtekaarten. En dat is een zonneschijnautograaf die de prestaties van de zon weergeven. Met die kaartjes die naar achter geschoven worden. Nu werd dat wel gedaan met een pyranometer, maar dat is uiteindelijk een referentietoestel. En dat is een thermo-egograaf. En dat werkt met, als egograaf met een mensenaar of paardenaar en dan met een bimetalke met twee verschillende legeringen
die een thermometer uitstaat. Ik ben bibliothecaris en begeef de bibliotheek van de Volkssterrenwacht. Wij bezitten ongeveer 1500 boeken, een pak tijdschriften. Verder sta ik in voor de aankopen van het materiaal. De uitleningen worden opgevolgd enzovoort. Hier ziet u enkele opnames gemaakt door onze medewerkers. Als WAC-groepleider waarnemen, zorg ik voor deze avond om de mensen de gelegenheid krijgen om eens door het telescoop te kijken. Wij doen ook waarnemingen ergens te velden. Overdag bekijken we de zon en 's nachts bekijken we de sterrenhemel. Dus die laag, dat is mijn opgave, hè. En een baarman kan je niet ontbreken, hè.